Het bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, is weer volledig. Kapitein Sergio Cisria van Washabo werd op maandag 17 april tijdens een vergadering van de regio West aangewezen als hun nieuwe vertegenwoordiger in het bestuur. Regio West bestaat uit de dorpen Taporipa, Cupido en Post Utrecht van de regio Nikeri en de dorpen Apura, Washabo, Section van de regio West-Suriname. Het aanvullen van het bestuur werd noodzakelijk nadat kapitein Lewis van Apura in december 2022 na 25 jaar vrijwillig bedankte als dorpshoofd. De voordracht van Cisria was unaniem en zelf noemde hij zijn bestuursfunctie een hele eer. Ik vind precies dat ik een nieuwe wensen op het takikba, de trador op Washabo Apura section op het takikba. Ik ben betekend dat ik de hoofdstuk we zijn naar bestuur, maar dat we geen antwoord voor de dorpen die zo Cupido positief hebben en Tapuri paite. En die man denkt dat ze helemaal toe dat ze helemaal gima Amanda tak me kan go namens Westen en bestuur voor FITS. We vertegenwoordigen Westen, het gehele Westen, de inheemse dorpen die zo in bestuur voor FITS. Natuurlijk gimme nou een eer is dat, natuurlijk me wel bedanken. Gewisse kapitein Lewis ook toe voor Aroko Samabedu. En dan weet ik aan Brana. Amabedu, mijn inspiratie ook toe. Ik had dat ik aan mijn. Mijn volg aan mijn vader Amabedu. En bedankt aan mijn gedeelte. De jaren Samabedu. En dan moet ik horen hoe ze nu. Nou, eer gimme voor te gaan Aroko Abra. Amanu de Moro. Ja, ik ben graag in de bestuur. Maar nou, een uitdaging gimme ook toe voor. Voor mijn taak in mijn Roko. Die gemeenschap. Alleen dorpshoofden kunnen zitting nemen in het bestuur van de FITS, dat 9 leden telt. De overige bestuursleden zijn Muria Fernandes, voorzitter, Selouine Alamiawari, ondervoorzitter, Angelique Palmtak, secretaris, Margriet Biswane, penningmeester en de leden Patrick Mande en Menyo Mouchet.